De internationale handel in goederen en landbouwproducten van de CARICOM-landen is nu makkelijker met de officiële lancering van het regionaal platform SIMSUPRO. SIMSUPRO is een website die staat voor de Interactive Marketplace and Suspension Procedure, oftewel een internationaal handelsplatform. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is de trekker van SIMSUPRO. President Chandrika Prasad Santokhi en CARICOM-secretaris-generaal Carla Barnett waren ook aanwezig bij de lancering. Hence, the CARICOM Interactive Marketplace Suspension Procedure, SIMSUPRO portal, is the tool to achieve the aforementioned. Since SIMSUPRO provides a platform where entrepreneurs from CARICOM can offer their products from raw materials to finished products. The region faces many challenges resulting from global developments, including the COVID-19 pandemic and the recovery from that. To better equipped to face all challenges, we must first work on strengthening our community's capabilities and support each other. Met de lancering van SIMSUPRO wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd en ook betere exportkansen en ondernemerschap gestimuleerd. SIMSUPRO bevat een heel transparante database en op die manier kunnen de ondernemers en het ministerie makkelijk alle data controleren. Geen enkel ondernemer is uitgesloten voor deelname aan SIMSUPRO, zegt minister Kuldeep Singh. Het is de bedoeling dat we een platform hebben en dat wij alle producten van de CARICOM lidlanden uploaden op zo'n platform waar we allemaal kunnen zien welk land welk product aanbiedt. Het is namelijk ook zo dat we heel vaak suspension moeten aanvragen voor producten. En dat duurt heel erg lang, soms zelfs 6 weken tot 2-3 maanden. Wat nu gaat gebeuren is dat je meteen kan zien welk product aangeboden wordt en dat je je suspension dan meteen kan aanvragen en wordt gereduceerd tot bijna 5 tot 6 dagen. Het kan zelfs minder. Dus het is een heel mooi platform. Het heeft lang geduurd voordat we zo ver zijn. Maar ik ben blij dat wij vandaag hebben kunnen launchen. Met de officiële launch van de website kunnen de samenwerkingen en de nodige afspraken tussen de CARICOM-landen beginnen. De website is een marktplaats om te handelen en om producten te kopen en te verkopen binnen de CARICOM.